Goedemiddag allemaal. Welkom op het webinar Veilig aan de slag blijven in de bouwsector in tijden van corona. Mijn naam is Lisbeth Reekmans, ik ben segmentmanager voor de bouwsector van IDW. We zijn hier vandaag niet alleen. We hebben Mark de Wilde van Confederatie Bouw uitgenodigd om zijn inzichten weer te geven. Maar er zijn ook twee collega's van ons aanwezig. Roel Slegers en Katrien van Krombrugge zijn hier aanwezig om u antwoorden te geven op de vragen die u stelt. Want dit is een live webinar. U kan dus via de chat uw vragen stellen. Welkom Mark. Kan u eventjes zeggen wat uw functie is binnen Confederatie Bouw? Ja, dank u Lisbeth. Ik werk voor het sociaal departement van de Nationale Studiedienst van de Confederatie Bouw. Dus ik hou me bezig met sociale zaken. Ben ook intern preventieadviseur voor onze eigen organisatie. Ja. En als dusdanig nauw betrokken bij ook het hele coronadossier. Zeker. Dank u voor uw aanwezigheid hier. Graag gedaan. Mark, u heeft natuurlijk... we zijn in de tussentijd 6 maanden ver, hè, zeg maar, sinds de lockdown. Wat heeft u zo al zien gebeuren binnen de bouwsector dan heel specifiek gedurende die 6 maanden? Wel, het coronavirus is eigenlijk ingeslagen als een bom half maart. Niet alleen in onze sector uiteraard, in heel de economie. En bij uitbreiding zelfs in heel onze samenleving. Hè. Wij ondervinden ook allemaal op privévlak wat voor impact dat virus heeft. In de bouwsector was het zo dat iedereen een beetje verrast was door natuurlijk die drastische maatregel van de overheid op advies van de virologen om over te gaan tot een lockdown light, zoals ze dat dan genoemd hebben. Als gevolg daarvan heeft een aantal van onze bedrijven, van onze bouwbedrijven, beslist om tijdelijk gedurende sommige 4 weken, andere 6 weken, de activiteiten volledig stop te zetten. En als wij dan een peiling hielden bij onze lidbedrijven, dan kwamen daarvoor eigenlijk twee zaken, werden genoemd als voornaamste reden. Omdat zij een aantal van die opgelegde preventiemaatregelen niet konden respecteren. En wat was het grootste probleem? Dat was natuurlijk de social distancing, die bewuste 1,5 meter. Op een bouwwerf, ja, praktisch is dat niet altijd. Voor sommige zaken kun je niet anders. Tweede item dat lang gespeeld heeft en dat vele bedrijven bemoeilijkt heeft om zich naar de werf te begeven en door te werken, dat was het item van het collectief vervoer. Bouwvakkers rijden samen naar de werf, ja, dat kon toen plots niet meer. Werd gepleit openlijk voor individueel vervoer, was zeer moeilijk om praktisch te organiseren. We hebben dan gezien na de eerste schokgolf, na 4, 5, 6 weken, dat toch heel wat bedrijven van onze bedrijven terug aan de slag gegaan zijn. Dat was ongeveer 50-50 lange tijd, 55% wel. Sommigen hadden ook beslist om een deel van hun ploegen te laten doorwerken, waar makkelijk de social distancing kon gehandhaafd worden en een deel op tijdelijke werkloosheid te zetten. En dan is er toch wel een doorbraak gekomen. Begin mei is er dan vanuit de overheid het initiatief genomen om de groep van 10 samen te brengen. Die hebben dan de bewuste generieke gids met een aantal leidraden, belangrijke preventiemaatregelen, een kader, zeg maar, gecreëerd. En daaruit, rechtstreeks, zijn dan per sector onderhandelingen opgestart tussen de sociale partners, werkgevers en werknemers. En dat is ook in de bouw gebeurd. Met als resultaat dat wij op 7 mei tussen alle drie de grote vakbonden en de beroepsorganisaties tot een akkoord, tot een protocol gekomen zijn. En dan is eigenlijk het gros van de bedrijven ook heropgestart. Daar zaten we snel aan een terugactiviteitsgraad van 85% tot 90%. En ondertussen is iedereen quasi terug aan de slag. Okay. Gelukkig. Gelukkig maar, ja. We gaan tijdens de webinar gaan we u ook een polvraag
toesturen, waarbij dat u eigenlijk uw mening kan geven en kan aangeven hoe dat het er in uw onderneming aan toe gaat. Het is heel belangrijk dat wij de vinger aan de pols houden en dat we weten welke bouwondernemingen of hoe ver dat men staat met een aantal zaken in bouwondernemingen. Dan eventjes een overzicht op de agenda. We hebben twee belangrijke eerste luiken die gaan over preventiemaatregelen. Een derde deel gaat over het medische luik, zeg maar. Wat als het toch misloopt, ondanks die preventie die u toepast. En dan tot slot geven we een aantal handige tools en beschikbare informatie mee. Nadien sluiten we af met een oproep en ook de vragen van de deelnemers die nog niet beantwoord zijn tijdens het webinar via de chatfunctie, kunnen we dan beantwoorden tezamen. Allereerst starten we met de algemene preventiemaatregelen of de Big Five, zeg maar, voor de bouwsector. Enerzijds moeten zieke werknemers thuis blijven, moeten de hygiënische maatregelen gerespecteerd worden, de afstandsregel van 1,5 meter die zo belangrijk is, het dragen van mond-neusmaskers in een aantal situaties en het voorzien van de coronaverantwoordelijken in de bouwsector. Is toch wel een belangrijke zaak die sinds het protocol is ingetreden. We overlopen ze eventjes. Het is belangrijk dat u werknemers op het hart drukt dat als zij ziek zijn, en zeker in aanloop van de situatie van het najaar waarin dat we gaan belanden, dat als ze ziek zijn en symptomen vertonen, dat zij thuis blijven. Dat zij allereerst hun huisarts telefonisch contacteren en spreken over hun symptomen. En dat ze natuurlijk ook de werkgever informeren van hun ziekte. En die symptomen ziet u hier opgelijst. De symptomen die aanleiding kunnen geven voor COVID-19 zijn hoesten, maar ook zich grieperig voelen, dus gewrichts- en spierpijnen, of het hebben van diarree, of hoofdpijn en dergelijke meer. Ook ademhalingsmoeilijkheden behoren hiertoe en het hebben van een verhoging van de temperatuur. Een volgende belangrijke zijn de hygiënische maatregelen en we weten vanuit het verleden dat het hier toch wel vaak ook op kleinere bouwwerven aan ontbreekt. We hebben ze hier opgelijst en voor diegenen die daar straks in de wachtlobby zaten, dat zijn beelden die komen vanuit ons filmpje dat we gemaakt hebben en wat u ook kan raadplegen. We hebben daar 5 voorbeelden, zeg maar, van het voorzien van water op de werkvloer. Enerzijds is er zeg maar, de klassieke lavabo-opstelling voor het voorzien van stromend water. Maar de wasunit die kan gehuurd worden, is zeker en vast een goede oplossing. Of het voorzien van een standpijp. Die 3 eerste voorbeelden zorgen voor stromend water en dat is eigenlijk de aanbeveling. Als dat niet mogelijk is, dan zijn er containeroplossingen mogelijk, grotere of kleinere, die voorzien zijn van een tapkraan. Dat is wel belangrijk. We raden absoluut niet aan dat mensen met tuinslangen gaan werken, want die ligt vaak in een bevuilde omgeving. Voor deze 5 voorzieningen moet er telkens voldoende vloeibare zeep aanwezig zijn, papieren, handdoekjes en een container waarin dat deze weggeworpen kunnen worden. Het liefst eentje die met de voet bedienbaar is. Het is ook belangrijk dat uw werknemers weten hoe dat ze hun handen grondig wassen. Bij IDW bestaan er heel wat instructies over en die kan u raadplegen op onze website. Maar we willen nog eens even nadrukken op welke momenten dat er de handen moeten gewassen worden. We adviseren om de handen te wassen bij aankomst op de werkplek, maar ook bij elke eet- of rustpauze. Dan vervolgens ook bij elk sanitair bezoek, wanneer dat de handen zichtbaar vuil zijn en wanneer dat men hoest of niest en daarvoor ook de handen gebruikt. En dan iets over het niest- en hoesthygiëne. Daarvoor gebruikt men best de elleboogplooi of, als men dat beschikbaar heeft, papieren doekjes die men nadien ook verwijdert in een afvalcontainer. En dan die bewuste afstandsregel waar zoveel rond te doen is, die 1,5 meter die gerespecteerd moet worden tussen de verschillende mensen.
We weten dat dat niet eenvoudig is. In de bouwsector wordt samengewerkt, worden materialen gemanipuleerd. Hè. Is dat vaak nodig dat er een derde hand hè, of meerdere arbeiders samen kunnen werken? Nu, u gaat later in de presentatie merken waarom dat dat toch ook voor de bouwsector zo belangrijk is. Want als die anderhalve meter niet gerespecteerd wordt, ja, dan kan natuurlijk het virus sneller overgedragen worden, maar dan volgen er ook wel een aantal bijkomende maatregelen als er bijvoorbeeld een uitbraak wordt vastgesteld in uw onderneming. En daarvoor ja, adviseren we eigenlijk zoveel als mogelijk hulpmiddelen te voorzien om die nauwe contacten te vermijden. En wij denken dan aan een aantal oplossingen die eigenlijk al langer als vandaag bestaan en die vaak in het leven zijn geroepen ook omwille van ergonomische klachten te vermijden, maar die zeker in functie van COVID-19 zeer bruikbaar zijn hè, om het nauwe contact te vermijden. En we denken bijvoorbeeld aan de glaslift, aan de plaatlift, aan klemmen die gemonteerd kunnen worden of bijvoorbeeld aan bouwliften, zodoende dat men materiaal niet moet doorgeven aan elkaar. Indien er gewerkt wordt in een hoogtewerker of bijvoorbeeld op een rolstijger, dan kan daar maximaal één persoon op aanwezig zijn. Als dat niet mogelijk is omwille van een of andere activiteit die toch samen moet uitgevoerd worden, dan adviseren we dat de werknemers een mondmasker dragen hè, op die rolstijger of bijvoorbeeld, zoals hier, hè, op de hoogtewerker. Het mondneusmasker, wel, ja, dat moet eigenlijk altijd gedragen worden als die afstand van anderhalve meter niet kan gerespecteerd worden. Dat is de basisregel. En let daarbij op, ik denk dat jullie als preventieadviseurs wel ja, weten welke activiteiten er zijn, maar let ook op dat bijvoorbeeld tijdens rustpauzes of bijvoorbeeld als men eventjes nababbelt bij het buitengaan, hè, dat men ook daar die anderhalve meter respecteert ofwel het mond-neusmasker opzet. IDW heeft een overzicht gemaakt van de mondneusmaskers die er op dit moment beschikbaar zijn, van het zelfgemaakte mondneusmasker, maar ook het comfortmasker, dat eigenlijk identiek is aan het chirurgisch masker, met die verstande dat het chirurgisch mondneusmasker getest is en het comfortmasker niet. Het chirurgisch mondneusmasker is dus eigenlijk ook enkel beschikbaar voor de zorgsector. Maar we hebben het hier toch wel even opgenomen. En dan heb je de drie ja, heel goed gekende mondneusmaskers, hè, de FFP1, 2 en 3 maskers. Belangrijk hierbij is aan te geven ja, dat de ventielen, of de maskers die voorzien zijn van een ventiel, geen enkele bescherming heeft ten aanzien van de omgeving met betrekking tot COVID-19. Dus die worden in deze periode niet gedragen. Daarbij gecombineerd hebben we ook nog wel aangegeven welke maskers u ook beschermen tegen andere gevaarlijke stoffen, zoals bijvoorbeeld aerosols, fijnstof en dergelijke meer, zoals dampen of andere. Dus deze fiche kan u raadplegen bij ons op IDW. Dan gaan we eventjes kijken hoe dat men een mondmasker opzet. We hebben gekozen om u te tonen, het filmpje te tonen van het chirurgisch mondneusmasker, omdat we in de praktijk merken dat dit het meest gebruikt wordt in de sector, in de bouwsector. Laten we eventjes kijken hoe dat opgezet wordt, want eigenlijk het op- en afzetten is zeer belangrijk hè, in het ja, virusvrij blijven van ja, iedereen eigenlijk.
De filmpjes die we daarvoor hebben, want we hebben eveneens een filmpje voor het linnen mondmasker, het zelfgemaakte masker. Hè. Die kunt u allemaal terugvinden op onze website of op het portaal van de klant. Dan gaan we over tot een polvraag. We betrekken jullie graag daarbij, of toch althans iedereen die een werf heeft lopen. Hè. En we hebben eigenlijk een dubbele vraag. Heeft u op uw werven momenteel een coronaverantwoordelijke ofwel aangesteld ofwel aanwezig? En in een tweede vraag vragen we u van wat zijn dan die taken van de coronaverantwoordelijke? Let op, er zit een fout antwoord bij. U mag ook meerdere antwoorden natuurlijk aangeven, maar één ervan is fout. Ofwel zorgt die coronaverantwoordelijke dat er voldoende zeep en papieren doeken aanwezig zijn. Ofwel draagt die de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering van de coronapreventiemaatregelen bij alle werknemers op de werf. Hij deelt de werk- en rustzones in per aanneming en per ploeg op de werf. Hij zorgt voor de contact- en verblijfsgegevens en het invullen van het passenger locator form. Hij ziet toe op het uitvoeren en naleven van de coronapreventiemaatregelen. Hij maakt een circulatieplan op en hij zet de werf stop of de activiteiten stop van die arbeiders die zich niet houden aan de richtlijnen met betrekking tot corona. Wel, Mark, ik weet dat u nauw betrokken bent geweest bij de coronaverantwoordelijke, bij het Bij het protocol. protocol. Ja. Ik geef de deelnemers even de tijd om te antwoorden. Maar vertel eens, hoe is die coronaverantwoordelijke tot stand gekomen? Wel, tijdens de besprekingen met de vakbonden, periode eind april en begin mei, was het dus zaak om tot een protocol te komen, een soort draaiboek met specifieke preventiemaatregelen voor de bouwsector. Ondertussen zaten ze ook in onze buurlanden niet stil. Daar zijn eigenlijk gelijkaardige protocollen opgesteld. En men had hier al ervaren, al die maatregelen, we hebben ze hier al eens overlopen, hè, die Big Five en zo, die hygiënische producten die moeten aanwezig zijn, mondmaskers die zeer moeilijk te krijgen waren toen, die handzeep, ontsmettingsmiddelen. Wie gaat ervoor zorgen en erover waken dat die producten in voldoende mate aanwezig zijn? En zo is dat gegroeid. Wie gaat er een beetje over waken dat werknemers maximaal proberen om die fameuze anderhalve meter in acht te nemen? En in Frankrijk waren ze eigenlijk de eerste die dat benoemd hebben. Die hebben de functie gecreëerd, référent corona. En dan in Nederland spreekt men over een coronacoach. En bij ons is dat dan de coronaverantwoordelijke geworden. Die verantwoordelijke is een term die misschien iets te zwaar doorweegt. Het is eigenlijk het aanspreekpunt, zo hebben we dat gezien, in zaken COVID-19, preventiemaatregelen op de werf. En hij zorgt er dus ook voor, onder andere, dat al die producten in voldoende mate aanwezig zijn en blijven, want die moeten bijbesteld worden. Ja, Mark, ik begrijp het toch goed dat die coronaverantwoordelijke op elke werf aanwezig moet zijn? Die is gecreëerd, die functie, in geval van coactiviteit. Dus dat is een van de maatregelen. Coactiviteit wil eigenlijk zeggen, meerdere aannemers, hoofdaannemer, onderaannemers, zelfstandigen, onderaannemers vaak, die piramide deinst soms ver uit. Dus als er coactiviteit is, meerdere aannemers, personeel van meerdere bedrijven, tezamen op de werf, dan moet er een coronaverantwoordelijke aangesteld worden die de zaak een beetje coördineert en die dus het aanspreekpunt is Ja. voor al die dingen. Ja. Want ik zie hier in de poll, ik ga het eventjes aflezen, hè, 48% geeft aan dat hij een coronaverantwoordelijke heeft op de werf. Ik weet dat er heel wat grote bouwbedrijven deelnemen die meestal toch met coactiviteit werken. Ja. Het is dus belangrijk, denk ik, dat we dat hier vandaag nog eens Nog eens, benadrukken, dat hè. dat deel uitmaakt van het protocol, Ja. dat dat ook voorgeschreven is.
In geval van coactiviteit is dat één van de preventiemaatregelen, dat je een coronaverantwoordelijke aanstelt die dan de zaak in goede banen leidt Ja. op de werf. Ja. Het is nooit de bedoeling geweest, want daar hebben wij veel vragen over gekregen. De eerste week toen dat protocol gelanceerd is, ja, moeten wij nu iemand bijkomend gaan aanwerven? Een specifiek coronaverantwoordelijke? Welk profiel moet die hebben? Dus dergelijke vragen kregen wij, maar dat was dus nooit de bedoeling. Het is de bedoeling, en dat gaan we straks nog zien in een van de volgende slides, dat dat iemand is uit de hiërarchische lijn, Ja. die liefst iemand met ervaring en wat gezag ten opzichte van de andere Ja. personeelsleden en ook de andere actoren Ja. op die werf, die de zaak een beetje in goede banen leidt en die kan aangesproken of gecontacteerd worden. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling, maar Oké. meestal is dat dan een ploegbaas of een werfleider die dat in concreto gaat invullen. De antwoorden, hè, voor de verschillende taken van die coronaverantwoordelijken zijn gevarieerd. Ik zie hier, hè, dat 20% aangeeft dat die, ja, moet zorgen voor voldoende zeep en papieren doeken. Hè, ook 20% zegt dat die toeziet op het uitvoeren en naleven van die coronapreventiemaatregelen. En dat is, zoals je daarnet zegt, zijn taak. Ja, de andere antwoorden zijn, ja, wat lager, hè. Maar dus, ja, in principe zorgt die coronaverantwoordelijke eigenlijk voor alle praktische uitvoeringen met betrekking tot corona. Het foute antwoord, hè, daar werd nogthans een Zijn er mensen resultaat. die het aangeduid Ja, hebben? zeker. Er zijn 11% van de deelnemers die zegt dat die coronaverantwoordelijke de eindverantwoordelijkheid Ja. draagt ten aanzien van alle werknemers. Dat is dus een misvatting. Dat is zo in de welzijnswetgeving, in heel de codex ook en ook in zaken preventiemaatregelen COVID, is het uiteindelijk de werkgever die verantwoordelijk is voor de veiligheid en de gezondheid van zijn personeel. Is het niet die coronaverantwoordelijke, corona-coach, zoals ze in Nederland zeggen, die de eindverantwoordelijkheid heeft. Dat was dus het enige foute Foute antwoord. antwoord. Ja. Wat we er bewust hadden ingestoken, natuurlijk. Oké. Ja, hier ziet u, hè, wat we eigenlijk verwachten van die coronaverantwoordelijke, Mark. Ja. Het is dus iemand van de hiërarchische lijn, hè. We hebben dat bewust zo opgenomen in het protocol. We hebben ook vaak de voorbije maanden de vraag gekregen: ja, moeten wij daar echt iemand extra voor aanstellen op de werf? Kan dat niet onze interne preventieadviseur zijn, bijvoorbeeld? Nee, want een preventieadviseur, het woord zegt het zelf, adviseert en kan eigenlijk geen beslissingen nemen of maakt geen deel uit van de hiërarchische lijn. Vandaar dat we gezegd hebben en dat ook. Bij de duiding die nadien gegeven is en in de bouwflesjes die we daarover verspreid hebben, in de preventiefiches en toolboxfiches van Constructive ook, dat daar de tip gegeven is: pakt iemand uit de hiërarchische lijn, ploegbaas, assistent werfleider, iemand die vaak op de werf aanwezig is en die gezag uitstraalt en die ook nu al een organisatorische rol speelt, zeg maar. Dus en ja, zijn taak is dus, hij is dus verantwoordelijk. Hij moet die coronamaatregelen zorgen dat die toegepast worden en die ook coördineren een beetje tussen de verschillende actoren die op de werf aanwezig zijn. In een volgende slide hebben we dus nog eens gefocust op de preventie die er in het protocol is opgenomen in zaken coactiviteit. Dus die coronaverantwoordelijke is daar één aspect van. Wat staat er nog in het protocol? Als u met meerdere aannemers, onderaannemers actief bent op een werf, tracht dan per verdieping bijvoorbeeld of per afgesloten ruimte, ik zeg maar iets, een kantoor, te zorgen dat daar maar één. Mensen van één onderaannemer tegelijk actief zijn. Natuurlijk, wij kregen direct de reactie. Ja, maar dat is niet zo simpel. Onze werf moet ook nog efficiënt draaien, moet rendement zijn. Dus dat is vaak niet mogelijk. Wat schrijft het protocol dan voor? Een beetje hetzelfde als wanneer de anderhalve meter niet kan gerespecteerd worden. Staat er in het protocol: probeer toch
de aantallen, de contingenten van werknemers, zelfstandigen die tegelijk in één ruimte aanwezig zijn, dan toch te beperken tot het hoogst noodzakelijke. En als zij daar met meerdere en van meerdere werkgeversbubbels van bedrijven aanwezig zijn, moet iedereen een mondmasker dragen, omdat de kans op besmetting daar aanzienlijk toeneemt. Wat maakt daar nog deel van uit, van die maatregelen in zaken coactiviteit? Dat is, maak op voorhand een circulatieplan op. We zien dat nu overal, hè. Toen was dat vrij nieuw. Nu kennen we dat van in de winkels, in het grootwarenhuis, in de horeca. Op een terras buiten nu, met het mooie zomerweer, was er een in- en een uitgangszone waar je in komt, moest je je naam registreren enzovoort. Dus een circulatieplan, in feite om het aantal kruisingen, kruisende bewegingen, tot een minimum te beperken. En dan, wat moet die coronaverantwoordelijke nog doen best? Dat is samen met, in samenspraak met de werfleider of de projectleider, met de veiligheidscoördinator ook, best een startvergadering van de werf organiseren. En die heeft sowieso meestal al plaats met vertegenwoordigers van de hoofdaannemer en zijn onderaannemers, zijn team van onderaannemers, om daar ook het aspect, het luikje COVID-19-maatregelen, toch even uit te lichten en daar ook alles op voorhand goed te communiceren, wie wat doet en wat van hen verwacht wordt. Oké, dank u wel. Dan zijn we eigenlijk tot de specifieke aandachtspunten gekomen. Die zijn eigenlijk zaken die ons de voorbije weken en maanden bijkomend aan toekwamen, van, met vragen van hoe moeten we het een en het ander geregeld krijgen. Specifiek natuurlijk met betrekking tot de bouw. En ja, we hadden het er net al over het belang aan persoonlijk werkmateriaal dat voorzien is. En de meeste arbeiders hebben wel persoonlijk werkmateriaal. Maar ik denk dat het voor de preventieadviseur is belangrijk is om nog eens na te gaan om zoveel als mogelijk werkmateriaal persoonlijk ter beschikking te stellen. En daar ook duidelijke afspraken rond te maken. Zodoende dat de overdracht van het virus via zowel handmaterieel als groter materiaal niet mogelijk is. Ook het beschikbaar stellen van een individuele alcoholspray of gel, of eventueel doekjes die in alcohol gedrenkt zijn, die beschikbaar stellen voor elke werknemer individueel. Dat lijkt ons zeer belangrijk te zijn. Iets over de hygiëne op de werkplek. Ja, er is een verschil tussen het reinigen en het ontsmetten. Reinigen doe je met water en zeep en op zich is dat voldoende. Maar ontsmetten is in een aantal gevallen toch wel beter, omdat men daarmee de bacteriën, de schimmels en ook de ziektekiemen, zoals virus van COVID-virus, te vernietigen, zeg maar. En dat doen we met water en Javel. En men kan daar drie methoden voor toepassen. Ofwel ga je dus 4 eetlepels Javel aan 1 liter water toevoegen. En daarmee kunnen de grotere gehelen van een werfkeet, van een sanitaire unit gereinigd worden. Anderzijds is er ook de alcoholspray of de alcoholdoekjes. En dat dient dan eerder voor het klein materiaal of bijvoorbeeld afstandsbedieningen of walkie-talkies en dergelijke. En de doekjes dienen eerder voor het reinigen van de voertuigen, de contactoppervlakken in het voertuig. Ja, de hygiëne op de werkplek gaat ver natuurlijk. Hè. We zien dat we anders veel minder moeten rekening houden met hygiëne, zeg maar. Maar nu, in deze tijden van COVID, is het zeer belangrijk om geregeld onderhoud te doen. We denken daarbij aan elk materiaal, handmateriaal en groter materiaal, dat gedeeld wordt. Bij elke wisseling van ploeg, of bij elke uitwisseling, moet dat gereinigd worden. Denken ook bijvoorbeeld dat het belangrijk is om arbeidsmiddelen voor werken op hoogte, om die één keer in de week, in het midden van de week, te ontsmetten. Daarnaast is er de werfkeet. Kijk welke contactoppervlakken zo belangrijk zijn en die moeten gereinigd worden. Stel daar ook een reinigingslijst, een checklist voor op, zodoende dat dat kan afgetekend worden.
In verband met de werfkeet, nog een belangrijk aandachtspunt, beperk als preventieadviseur de maximale bezettingsgraad van die werfkeet, rekening houdend met die 1,5 meter afstand. En verwijder ook alle overtollig zitmeubilair, zodoende dat men niet opnieuw met te veel mensen zich daar in die werfkeet gaat neerzetten. Houd ook de deur en de ramen geopend, zodoende dat er voldoende ventilatie kan binnentreden. Voor de sanitaire installatie raden we aan om minstens 1 keer per dag alle contactoppervlakken te reinigen en ook daar een aftekenlijst te voorzien dat het onderhoud uitgevoerd is. En dan nog een aandachtspunt in verband met de vaatwas, zeg maar. Dus die handdoeken, die moeten dagelijks gereinigd worden, gewassen worden op 60 graden en bij voorkeur gedroogtrommeld worden met de droger. Dan iets over het collectief vervoer. Ja, Mark vertelde het al, dat was dus een heel moeilijk punt in de maanden maart en april van dit jaar. Bij voorkeur adviseert IDW dat men een verplaatsing alleen maakt in het kader van werkopdrachten. De werkgever kan hiervoor een onkostenvergoeding toekennen voor het gebruik van het eigen voertuig, maar is hiertoe niet verplicht. Dat kan dus op verschillende vervoerswijzen natuurlijk gebeuren. Als dat niet mogelijk is, dan stellen wij voor dus om zonder afscherming, met een beperking van de inzittende, maar met die minimale afstandsregel van 1,5 meter in een voertuig plaats te nemen. Als het voertuig voldoende breed is, dan kan dat eventueel naast elkaar, als er 1,5 meter tussen de beide inzittenden is. Als het voertuig te smal is, dan kan men denken om bijvoorbeeld geschrankt te gaan zitten en zo toch tot die 1,5 meter te komen. Belangrijk hierbij is dat men altijd in deze situatie het mond-neusmasker draagt. We zien heel veel voertuigen langs de weg passeren waarbij dat niet gebeurt. En u zal ook zelf eens zien waarom dat zo belangrijk is in het kader van uitbraken van COVID-19 op de werkplaats. Een derde mogelijkheid die er is, is dat men afscherming plaatst en of het aantal inzittenden beperkt. Als die afstandsregel niet gerespecteerd kan worden van 1,5 meter. Nu, het beperken van het aantal inzittenden, daar is het belangrijk dat u rekening houdt met die 1,5 meter. En dat u dus bijkomend een afscherming plaatst. En die afscherming, dat is ook gespecificeerd, die moet dus tijdelijk zijn, die moet ook makkelijk demonteerbaar zijn, die moet flexibel van aard zijn, licht doorlaatbaarheid zijn van minstens 70%. En er moet ook een advies van de preventieadviseur over gegeven worden, zodoende dat er geen bijkomende veiligheids- of risico's gaan ontstaan door het plaatsen van afschermen. Vanuit IDW adviseren we om geen tussenscherm te plaatsen op de eerste rij, op de rij van de bestuurders, in de opdeling tussen bestuurder en inzittende, omdat dat eigenlijk de zichtbaarheid beperkt bij het kijken in de achteruitkijkspiegels. Ook hier moet in al deze omstandigheden het mondmasker gedragen blijven. Ook het collectief vervoer moet dagelijks gereinigd worden en zeker bij een wisseling van bestuurder of inzittende. En we raden aan om dezelfde zitplaatsen te behouden natuurlijk. Daarnaast willen we ook nog even de nadruk leggen op het feit dat er altijd een alcoholgel aanwezig moet zijn in het voertuig. En dat er vooral niet gegeten wordt of geen drank aanwezig is zelfs in het voertuig. In verband met verluchting adviseren we om de ramen deels geopend te houden, zodoende dat er wel verse lucht binnenkomt, maar dat men ook vermijdt dat er te veel luchtstromen passeren, waardoor dat het virus zich ook in het voertuig kan verspreiden. De ventilatie, de mechanische ventilatie, die wordt best op de voeten gericht, omdat we eigenlijk willen vermijden dat het virus passeert via het bovenlichaam van de eerste rij of de inzittende en zo de rest van het voertuig kan besmetten.
Iets over het openbaar domein. We hebben in de zomermaanden gezien dat een aantal lokale overheden en ook provincies bepaalde bijkomende maatregelen stelden over het dragen van een mondmasker op het openbaar domein. Wel, als een aannemersploeg aan het werk is op het openbaar domein, dan moeten ze die eventuele maatregelen die er kunnen zijn, gaan respecteren. En daarvoor is het belangrijk dat u informeert bij de plaatselijke maatregelen die uitgevorderd zijn door steden en gemeenten of wel provincies. Want vaak kan dat zelfs echt afhangen van straat tot straat. Dan iets over samenwonende arbeiders. In eerste instantie, eigenlijk kunnen we die beschouwen als hetzelfde zeg maar als een gezin. Ze vormen zowel voor het werk, voor het wonen, als voor het transport een bubbel. Nu, er is een maximum van 10 personen dat op die manier kan samenleven in een bubbel. En vanuit IDW adviseren we eigenlijk de richtlijnen van de seizoenarbeiders na te kijken en die te volgen. Belangrijk is ook dat als ze zich naar het werk begeven en op het werk zijn, dat ze net als alle andere werknemers of arbeiders dezelfde preventiemaatregelen naleven. Straks komen we hierop terug en dan gaan we toelichten wat te doen als er iemand COVID-positief test, want dan is er eigenlijk een gevolg voor de volledige bubbel die en getest moet worden en in quarantaine moet gaan. Dan verplaatsing op de werf. Mark vertelde het daarnet al. Het is belangrijk dat de corona-verantwoordelijke daar zijn advies over geeft en dat eigenlijk ook uitwerkt op de werf. En dat dus de toegang gebeurt via een poort. Dat er affiches aanwezig zijn. Dat men een signalisatie aanbrengt op de werf. Vooral het kruisen van werknemers probeert te vermijden op een afstand die kleiner is dan 1,5 meter. En dat men geen mensen verzamelt op bepaalde plaatsen. En als er op een steiger toch moet gekruist worden, dat men een masker draagt en dat men het hoofd van elkaar afkeert om te vermijden dat men het virus kan overdragen. Dan willen we nog even focussen op voorzorgen die u moet treffen bij het werken met aerosols en bevuild water. We zien dat vooral bij werken aan ventilatieinstallaties die nog in werking zijn of die recent in werking waren. Ook sanitaire installaties, bijvoorbeeld ontstoppingen van sanitaire installaties of rioleringen van en waterzuiveringsinstallaties, die kunnen toch bijkomend risico's geven voor besmetting met het COVID-virus. Daarvoor voorzien we dat er geen hoge drukreiniging plaatsvindt, omdat we daarbij eigenlijk een verneveling tot stand brengen, mogelijk een aerosol tot stand brengen, wat zeer nadelig kan zijn voor de arbeiders. Het dragen van een FFP2 mondmasker is verplicht. We vragen ook om een oogbescherming aan te doen, want natuurlijk kunnen spatten ook via de ogen mensen gaan besmetten. Het dragen van handschoenen is ook aanbevolen en denk eraan die weg te werpen indien er een sterke bevuiling zich voordoet. Dan denken we ook aan het aandoen van een wegwerp overal over de werkkledij, zodoende dat men na de werken of bij een pauze de wegwerp overal kan uitdoen en niet met bevuilde kledij zit. En het dragen van gelaatsscherm is ook wel zeer waardevol bij risico's op spatten. En dan zijn we aan ons derde deel. Wat als het dan toch misloopt? En ik heb daarnet al gezien dat er heel wat vragen zijn binnengelopen daaromtrent. Het kan natuurlijk voorkomen dat zelfs met het treffen van al die preventiemaatregelen zoals we daarnet hebben opgesomd, dat het dan toch misloopt. En we gaan hier even toelichten wat u kan doen in die gevallen. Eerst en vooral focussen we op de terugkeer van arbeiders uit verlof of bijvoorbeeld het inzetten van buitenlandse arbeiders.
Moeten die in quarantaine gaan? Moeten die getest worden? Wel, daarvoor maakt men een duidelijk onderscheid tussen niet-essentiële verplaatsingen en essentiële verplaatsingen. De niet-essentiële verplaatsingen zijn die verplaatsingen die burgers nemen om op verlof te gaan of even op familiebezoek te gaan. Indien dat er een bezoek of een buitenlandse reis is van meer dan 48 uren, dan moet elke burger een passenger locator form indienen. Dus die niet-essentiële verplaatsingen die gebeuren niet in opdracht van de werkgever en zijn dus op eigen initiatief genomen. Er zijn dan drie kleurzones waaruit men kan terugkomen na die buitenlandse reis. Ofwel is er die groene zone waarvan men terugkeert en dan kan men meteen het werk hervatten. Indien men terugkeert vanuit een oranje zone, dan wordt er aanbevolen om in quarantaine te gaan en een test uit te voeren. Maar de noodzaak voor de uitvoering van een test, die wordt eigenlijk afgewogen door de huisarts. Als men uit een rode zone komt, dan volgt er een verplichte quarantaine en ook een test. En om te weten uit welke zone men komt, is er de website waar dat die zones kan terugvinden en ook de overeenkomstige kleuren kan terugvinden. De werkgever kan de reisbestemming van zijn werknemers opvragen, maar de werknemers zijn niet verplicht om daarop te antwoorden. Wel moet elke burger bij het terugkomen dat passenger locator form invullen en daarin geeft hij aan uit welke zone hij komt. Als de werknemer uit een rode of oranje zone komt, dan ontvangt hij een sms en wordt hem gevraagd om in quarantaine te gaan en zich naar een huisarts te begeven. Als men uit een rode zone komt, dan is sowieso die PCR-test verplicht. En dan moet men dus in quarantaine gaan. Het is verboden om naar een rode zone af te reizen. Als een werknemer dat toch doet op eigen initiatief, dan draagt hij daar de verantwoordelijkheid voor. Dan kan hij geen overmacht gaan inroepen en met andere woorden kan hij dan ook niet terugvallen op bijvoorbeeld een vergoeding van de werkgever of een vergoeding van de RVA. Indien een werknemer terugkomt uit een rode zone en die rode zone die was er nog niet bij zijn vertrek, dan kan de werknemer wel beroep doen bijvoorbeeld op een vergoeding, bijvoorbeeld op een tijdelijke werkloosheidsvergoeding. En dan moet hij natuurlijk ook in quarantaine gaan. Werknemers die terugkeren uit een oranje zone, wel daar is het anders voor, die moeten ook contact opnemen met de huisarts en de huisarts gaat dan in overleg met die werknemer kijken in welke omstandigheden die reis is gegaan, welke omstandigheden en waar dat die verbleven is. En dan beslist de huisarts eigenlijk voor het uitvoeren van een test. Als er een test wordt uitgevoerd, dan gaat die werknemer ook in quarantaine gaan voor een periode. Dus de werkgever kan dan op dat moment niet meer vragen aan die werknemer om terug te komen naar de werkplaats. Als de huisarts aanbeveelt om geen test uit te voeren, dan kan de werkgever daartoe ook niet de werknemer verplichten om die uit te voeren. Men kan wel bijvoorbeeld bijkomende preventiemaatregelen opleggen door bijvoorbeeld te vragen aan die werknemer om zich individueel te verplaatsen of bijvoorbeeld het mondmasker continu te dragen op de werkplaats.
Voor de essentiële verplaatsingen, dat zijn dus die verplaatsingen die men maakt in functie van werkopdrachten en dus ook op kosten van de werkgever, of de verplaatsingen die buitenlandse arbeiders doen en zelfstandigen, hè, om hier een opdracht uit te voeren. Die essentiële verplaatsingen die moeten dus langer zijn dan 48 uur. Het is verplicht om zich te laten testen en in quarantaine te gaan als men terugkeert van een oranje of rode zone vanuit die essentiële verplaatsingen. Het is dan zo dat tijdens het afwachten van die resultaten moeten ze in quarantaine gaan en blijven ze in hun eigen bubbel. Ze kunnen in die tussenperiode niet werken. Eens als ze negatief getest zijn, dan kunnen ze in hun eigen bubbel werken. Het is wel belangrijk te weten dat men dan gedurende de eerste 14 dagen geen contact heeft met andere werknemers op die werf, of zelfs niet zich gaan mengen binnen de bevolking. Hè. Het is ook belangrijk dat men strikte hygiëne toepast tijdens die quarantaineperiode van 14 dagen, zelfs na de negatieve test. Hè, en dat men dat ook in de bubbel doet. Bijvoorbeeld, het voertuig kan niet gedeeld worden. Men vraagt eigenlijk om op een afstand van 1,5 meter in de eigen bubbel van elkaar te leven. Er wordt aanbevolen om een eigen slaapkamer te voorzien en dergelijke meer. Dan wat te doen bij het inzetten van buitenlandse contacten. En zeg maar, Mark, hè, wat ons vorige week maandag allemaal overvallen is, het nieuwe ministerieel besluit van 22 augustus. Inderdaad, vorige week, iedereen was verrast, hè, koud gepakt, zeg maar. De geviseerde sectoren, het waren er 4. Vleesverwerkende nijverheid, onder andere de industriële schoonmaak, de land- en tuinbouw, dan met focus naar de fruitpluk uiteraard, de fruitoogst die moest beginnen, en de bouwsector. Dus wij zaten er ook bij. We hadden de week voordien nog zowel contact gehad met kabinet Buitenlandse Zaken als met Binnenlandse Zaken, crisiscentrum. Daar was eigenlijk niet over gecommuniceerd en dan hebben ze in de nacht van zaterdag op zondag, op zaterdag 22 augustus in het Staatsblad, hebben zij dus een wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni gepubliceerd, een nieuw ministerieel besluit, dat dus extra verplichtingen oplegt, ook aan onze bedrijven, in het kader van die fameuze contact tracing. Nu moet je weten, die contact tracing is door de Veiligheidsraad beslist. Dat is een materie geworden van eigenlijk van de gemeenschappen. Dus voor Vlaanderen valt dat samen met het gewest. Je hebt 4 gemeenschappen in België, hè, dus de Franstalige gemeenschap, maar je hebt ook de Duitsstalige gemeenschap. Je hebt Brussel en je hebt dan Vlaanderen. Vlaanderen, het Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid, is eigenlijk de enige dienst, de enige administratie die daarover naar ons een toelichting heeft gestuurd. Vanuit de andere 3 regio's hebben wij niets ontvangen. Wat ons al fameus tegen de borst gestuit heeft, in feite, is ook het feit dat de overheid, dus de kabinetten, nog de administratie, vooraf enig overleg gepleegd hebben met de betrokken sectoren. Nog met een interprofessionele organisatie zoals het VBO. Dus ze hebben gewoon op eigen houtje, zonder vooraf van gedachten te wisselen, met de sector dat eigenlijk in de maag gesplitst. Dat is natuurlijk jammer, want wij als bouwsector zeggen, zeer jammer overheid, jullie leggen nog maar eens een bijkomende administratieve last op aan onze bouwbedrijven. Terwijl er in de bouwsector al 3 systemen bestaan waarop identificatiegegevens verplicht moeten ingebracht worden. Vooral dan voor buitenlanders. Wij hebben eerst en vooral de anti-koppelbaaswet,
30 bis, melding van de werven bij RSZ hier in België. Dus waar alle onderaannemers moeten doorgegeven worden, ook adres, locatie van de werf enzovoort. We hebben punt 2, Limosa, het platform ook van RSZ, waar buitenlandse ondernemingen die in België komen werken zich vooraf moeten aanmelden. Zowel werknemers als zelfstandigen. Tweede systeem. Zij krijgen daarvoor of kunnen daarvoor een L1-formulier downloaden, hè, waar heel wat gegevens op staan. En dan hebben we nog ten derde de fameuze check-in at work, waarbij werknemers zich moeten registreren als zij 's morgens zich op de werf aanmelden, zich op de werf begeven. Natuurlijk, daar hebben ze een punt. Dat is nog altijd beperkt tot werven van boven de 500.000 euro netto. Dus maar daar bestond al heel wat. In plaats van daarop verder te borduren of eventueel een aantal bijkomende vermeldingen te maken in een van die systemen, hebben ze dus een bijkomende verplichting, administratieve last gecreëerd voor onze bouwbedrijven. Dus wat zeggen zij? Een beetje hetzelfde als wat u daarnet hebt aangehaald. Dat gold ook al voor niet-essentiële verplaatsingen. Dus mensen die hier komen werken langer dan 48 uur. Dus zij moeten uiterlijk bij de start van de werken dat passenger locator form hebben ingevuld. En daar dus een kopie van bezorgen aan hun opdrachtgever, meestal de hoofdaannemer. Maar daar houdt het niet op. Die hoofdaannemer moet dus ook een namenlijst bijhouden met ook de verblijfsplaats van die buitenlanders. Sommigen verblijven hier in een tijdelijke woonst, in een hotel, op een camping, in een huis samen. Anderen verblijven hier gedurende langere tijd. Dus ik kan me voorstellen, oké, in het belang van die contact tracing kan dat nuttig zijn. En dan ook vragen zij uitdrukkelijk een telefoonnummer, gsm-nummer liefst, waarop die mensen kunnen bereikt worden. Ja. Stel, er wordt een of meerdere besmettingen vastgesteld op een werf, dat iedereen wie met die besmette personen in contact is geweest of zou geweest kunnen zijn, die gaat gecontacteerd worden. Maar daar ga jij straks nog iets over zeggen, want daar is ook een taak weggelegd voor de externe preventiediensten. Nu hadden wij met onze confederatie, vorige week zijn wij direct gaan samenzitten met de inspectiediensten, met onder andere SIOT, met FOTWAZO, met RSZ-inspectie, met RVA-inspectie, om ja, toch eens van gedachten te wisselen hoe dat eraan toe zou gaan, om te pleiten ook voor een milde aanpak, zeker in eerste instantie, want dat kwam plots uit de lucht gevallen, die bijkomende verplichting. Zij hebben ons daar op nationaal vlak eigenlijk heel gerustgesteld en gezegd, kijk, confederatie, uw leden kunnen gerust zijn. De eerste 2 weken al op zijn minst gaan we coachend optreden bijsturen als wij flitscontroles doen, want die hadden zij aangekondigd. We hadden ook bekomen dat het niet tot een pro forma nieuw registratiesysteem zou moeten komen, omdat we al met een aantal andere zaken zitten. We hebben dat er ook op tafel gegooid. Ja. Wij hadden dan binnen onze studiedienst eind vorige week een modelformuliertje aangemaakt om onze bedrijven te helpen. In 4 talen? En ja, in 4 talen. En daarvan? Nu, tijdens ons seminar hier, ja, krijg ik hier een mail, dus het is heet van de naald, ontvang ik hier een mail van het hoofd van een van de provinciale TWW-inspecties, dus toezicht welzijn op het werk. En die zegt, ja, maar wat jullie daar afgesproken hebben is voor mij en mijn ambtenaren toch niet voldoende. Hij zegt, er moet nog meer gegevens bevatten. Geboortedatum of rijksregisternummer moet er toch in. Ja. De personen met wie dat ze in contact geweest zijn op de werf enzovoort. Dus hij zegt, hij gaat eigenlijk terug naar de essentie, naar wat letterlijk in dat ministerieel besluit van 22 augustus staat. Terwijl dat er vorige week in een overlegvergadering nationaal
eigenlijk de toezegging gedaan is om een en ander nog eens te herbekijken. Ja. Dus ik zou zeggen aan onze bedrijven, aan iedereen die het seminarie volgt, het webinar volgt, wij zijn al in actie geschoten ondertussen. Mijn collega is ondertussen al bezig om contacten te leggen met de kabinetten en wordt ongetwijfeld vervolgd. Wij gaan proberen om toch terug de consensus of het compromis dat gevonden was op die overlegvergadering van vorige week dinsdag, dat dat toch gehandhaafd zou worden en dat er niet weer eens bijkomende administratieve last op onze bedrijven wordt afgewenteld, terwijl die contact tracing eigenlijk iets is dat de overheid zou moeten kunnen organiseren, maar dat al 2 maanden niet of nauwelijks georganiseerd krijgt. Ja. En dat is eigenlijk het heikele punt. Ik begrijp, Mark, dat van zodra dat we hier ons webinar afsluiten, dat je weet wat te doen. Ja, ja, hiermee. Uiteraard. Ja. Oké. Wat ik toch wil benadrukken, dat is dat BIS-nummer van die buitenlandse arbeiders zeer belangrijk is voor ons, hè. Voor huisartsen, voor triagecentra, maar ook voor externe diensten, om een PCR-test te kunnen uitvoeren. We hadden de voorgaande weken heel wat voorvallen van werkgevers die niet wisten waar dat ze met hun buitenlandse werknemers terecht konden voor het uitvoeren van die test. Nu, wat te doen bij een uitbraak? Mark vertelde het al. Het is aan de externe diensten is er de opdracht gegeven om mee te kijken, voor een stuk mee te kijken, naar die contacttracing. Het is zo dat het, wanneer dat een burger zeg maar, zich positief test, dan gaat er een contactonderzoek gestart worden door de overheid. En het is eigenlijk het callcenter van de overheid die de arbeidsarts verwittigt indien dat nodig blijkt uit de bevraging met de indexpatiënt of de positief geteste werknemer. Nu, ik kan u zeggen dat meestal de arbeidsarts al sneller op de hoogte is dan dat wij getelefoneerd worden door het callcenter, want vaak is het de werkgever zelf of de personeelsdienst die ons daarover opbelt. De arbeidsarts die start dan dus onmiddellijk in de onderneming een contactopsporing en hij heeft dus als taak om de coördinatie te doen over het identificeren, het triëren en ook het opvolgen van de contacten die er geweest zijn, zowel met de werknemers van die onderneming, maar ook eventueel externe personen aan die onderneming. Er wordt in eerste instantie een risicoanalyse gemaakt en die risicoanalyse gebeurt op het organisatieniveau. En daarbij wordt een inschatting gemaakt eigenlijk naar de preventiemaatregelen die er aanwezig zijn, maar ook de persoonlijke beschermingsmiddelen. En niet alleen het aanwezig zijn, maar het effectief toepassen en de kennis die daarover aanwezig is binnen de organisatie. En ook heel belangrijk om te weten is dat men kijkt naar het veiligheidsgedrag dat er in die onderneming aanwezig is. Dan wordt vervolgens die indexpatiënt gecontacteerd en wordt overlopen welke contacten dat hij had met zijn collega's of met anderen in functie van zijn werkopdracht. En dit dus 2 dagen voor het vaststellen van die symptomen of de test die uitgevoerd werd. En dan gaat de arbeidsarts een opdeling maken tussen laagrisicocontacten en hoogrisicocontacten. Belangrijk is te weten dat iedereen, zowel laag- als hoogrisicocontacten, gecontacteerd worden en een advies krijgen van de arbeidsarts. Wanneer dat er 2 of meer positief geteste werknemers zijn in uw onderneming of die gelinkt kunnen worden binnen de werkopdracht, dan start er eigenlijk een clusteronderzoek. En dat binnen een periode van 14 dagen tijd. De arbeidsarts gaat dan in overleg met de overheid gaan en kijken of het noodzakelijk is om de volledige cluster te testen en ook in quarantaine te zetten. Dat kan zijn
dat dat gaat om een ploeg, om een afdeling, maar dat kan eveneens zijn dat dat gaat over een werf. En in die zin heeft u als werkgever of als hoofdaannemer er alle belang bij om te vermijden dat er een uitbraak is op de werf en dat u vooral die preventiemaatregelen doet naleven bij iedereen op de werf. Want zo'n clusteronderzoek kan betekenen dat een ploeg of zelfs een onderneming en zelfs in het slechtste geval een volledige werf wordt stilgelegd. Ik sprak daarnet over hoog- en laagrisicocontacten. Wel ja, hoogrisicocontacten, dat zijn die contacten die meer dan 15 minuten binnen een afstand van 1,5 meter gebeuren zonder effectieve afscherming. En die afscherming, dan spreken wij hier over een plexiconstructie die er voorzien is tussen de verschillende mensen. En we weten dat dat op de werf niet aanwezig is. Als de hoogrisicocontacten, wat moeten die doen? Die gaan in quarantaine, die laten zich testen bij de huisarts of bij het triagecentrum. En die mogen de woning enkel verlaten voor essentiële aankopen. En daarbij moeten ze continu het mondneusmasker dragen als ze zich buiten begeven. Zij moeten zich ook de symptomen opvolgen en die nemen 2 keer per dag hun temperatuur op. Bij vaststelling dus van een cluster kan er beslist worden om een groter geheel van een onderneming te laten testen. De laagrisicocontacten die kunnen blijven werken en die hebben dus minder dan 15 minuten zeg maar, een blootstelling gehad met de indexpatiënt op een afstand van 1,5 meter. De arbeidsarts gaat adviseren om alert te zijn voor symptomen. En u ziet hier nog eens even opgelijst. Er wordt gevraagd om thuis te blijven als die symptomen zich optreden bij het laagrisicocontact. Er wordt ook gevraagd om zowel binnen als buiten het werk de sociale contacten sterk te beperken en alle maatregelen rond handhygiëne, hoest- en nieshygiëne op te volgen. En opnieuw, die afstand van 1,5 meter is zeer belangrijk. En dan een vraag, wat te doen bij een uitbraak bij samenwonenden? Ik zag daar straks al een vraag daarover komen. Wel, we denken dan vooral aan die buitenlandse arbeiders, zoals Mark vertelt, die samen gaan wonen in een huurwoning of een appartement. Ofwel arbeiders die wonen onder hetzelfde dak. Als het hier gaat over positief geteste werknemers, dan gaan die in thuisisolatie voor minstens 7 dagen ofwel langer, totdat alle symptomen met betrekking tot COVID verdwenen zijn. En die thuisisolatie, die ziet u hier opgelijst. Dus men gaat dan op dat moment niet meer werken en men houdt steeds afstand, ook binnen die bubbel. Dus de leden onder elkaar van die bubbel houden afstand van 1,5 meter. Wanneer dat er meerdere positief geteste werknemers zijn in die ene bubbel, dan kunnen die samen in quarantaine gaan. Men voorziet aparte slaapkamers, zeker voor die hoogrisicocontacten of die positief geteste werknemers. Die moeten afzonderlijk slapen. De ramen kunnen geopend worden naar buiten en de binnendeuren die blijven dicht. Het dragen van een mond-neusmasker is ook buiten de slaapkamer, dus zeg maar in de woning, verplicht. Ook het gebruik van badkamers en toiletten, die moeten gereinigd worden nadat een positief geteste lid van die bubbel daar gebruik van maakt. Ook maaltijden worden afzonderlijk bereid en ook genuttigd. Er wordt geen materiaal uitgewisseld. Alles wordt grondig gewassen op minstens 60 graden. En er moet een hele grote hygiëne gerespecteerd worden binnen de woning. En heel belangrijk om weten, alle andere leden uit die ene bubbel zijn hoogrisicocontacten en die worden sowieso getest als er een COVID-besmetting is binnen die bubbel en die moeten allemaal in quarantaine gaan.
Dus dat betekent dat u op die ploeg van samenwonende arbeiders ja, niet kan vragen om te komen werken. Dan iets over de werkervatting na een quarantaine. Wel, we maken daar een onderscheid tussen asymptomatische nauwe contacten en symptomatische nauwe contacten. En dat is dus afhankelijk van het testresultaat van die hoogrisicocontacten. En gaan we zien, zijn er symptomen al dan niet. Als er asymptomatische nauwe contacten zijn geweest, dan kan men ofwel het werk hervatten 14 dagen na het laatste risicocontact, ofwel 7 dagen na een positieve PCR-test, ofwel na 2 negatieve PCR-testen en minstens 10 dagen na het laatste risicocontact. Symptomatische nauwe contacten met een positieve PCR-test, daar geldt dat men minstens 7 dagen vanaf het optreden van de symptomen en na de volledige verdwijning van COVID-19-symptomen het werk kan hervatten. Als er een negatieve PCR-test is, dan vervalt men terug in het vorige scenario. En dan ja, een werkervatting na een bevestigde COVID-19-besmetting. Ja. Als men afwezig is meer dan 4 weken, dan is er een preventief medisch onderzoek. En dat bezoek moet plaats gehad hebben binnen de eerste 10 werkdagen. Men mag als werknemer ook voorafgaand aan de werkhervatting de arbeidsarts consulteren. De arbeidsarts houdt rekening met de gezondheidstoestand van de werknemer en de activiteiten, de werkpost. En in die zin kan de arbeidsarts maatregelen en adviezen gaan schrijven voor aangepast werk. En dan geven we hier nog eens even ja, een aantal handige tools mee, beschikbare informatie vanuit IDW. U ziet ze hier. Ze zijn terug te vinden op onze website. Ook voor niet-klanten kunnen heel wat terugvinden. Maar ook op het portaal van de klant. Mocht u nog even vragen hebben over hoe dat portaal te gebruiken, neem contact op met uw regiokantoor of met uw ACCO. Dus de tools die we daar straks ook een aantal hebben daarvan toegelicht, hè, zoals het filmpje, dat kan u gratis consulteren. Dat is zeer nuttig, ook voor anderstalige werknemers, om te weten wat dat ze moeten doen om die besmetting te vermijden. En dan, Mark, ja, zijn er ook heel wat handige tools vanuit de Confederatie Bouw, maar ook COPREF, Constructief en de overheid? Ja, er is heel veel informatie te verkrijgen op het net. In de eerste plaats denk ik dan aan onze eigen website www.confederatiebouw.be. Dus daar hebben wij sinds de start, of kort na de start van de coronacrisis, een aparte corona-page geopend. Een groot blok dat je kan aanklikken op de homepage. Dat geregeld geactualiseerd wordt. Ik verwijs ook, en dat is dan voor het nieuws kort op de bal, naar onze dagelijkse bouwflesjes. Ja. Indien nodig publiceren wij er zelfs meerdere per dag. Als er, en dat is in het begin van de coronacrisis of doorheen de voorbije maanden geregeld gebeurt, dat de overheid beslist of de Veiligheidsraad iets communiceert in de namiddag, dan publiceren wij, lanceren wij nog een extra bouwflash. Ik verwijs ook naar, graag nog eens naar de website van ons Veiligheidsinstituut. Er zijn weinig sectoren in België, economische sectoren, die een eigen Veiligheidsinstituut hebben. Wij hebben dat wel, Constructief, dus maak daar ook gebruik van. Zij hebben een callcenter in zaken corona, Constructief. Zij hebben ook een eigen page met frequently asked questions waar je terecht kan. En ik verwijs ook graag nog eens naar hun bibliotheek die voor iedereen open staat. En dat is www.buildingyourlearning in één woord.be. Daar vind je ook alle documenten terug, preventiefiches, zeer interessante en handige toolboxfiches om uw personeel voor te lichten, te brieven rond COVID. Maar ook in die bibliotheek Building Your Learning
zitten ook alle andere infodossiers rond werken met kwartstof, werken in een asbestomgeving, werken op hoogte enzovoort. Dus enorm veel, ik denk dat er ondertussen al meer dan 200 zijn, preventiefiches met concrete tips die dus gratis kunnen worden geraadpleegd en gedownload op die website. En dan is er natuurlijk ook nog de website of websites, meerdere, van de overheid. Enerzijds Fotoazo, dus waar TWW, Toezicht Welzijn op het Werk, onder resorteert. En dan uiteraard het crisiscentrum van Binnenlandse Zaken. En wat de buitenlandse reizen betreft, de website die je er net al eens vermeld hebt rond diplomatie of buitenland van het ministerie van Buitenlandse Zaken, die kan ook geraadpleegd worden, is zelfs belangrijk om ja, de telkenmale actualisering te kunnen volgen van is het nu groen, geel of rood. We vernemen gisteravond dat nu vanaf van de morgen op Tenerife na heel Spanje rood is ingekleurd. Dus dat is een website die van Buitenlandse Zaken om toch wel regelmatig te raadplegen, want die situatie evolueert dermate snel dat die heel vaak wordt geactualiseerd. Ja. Willen we nog even verwijzen ook naar de website van COPREF, waar dat u dat draaiboek voor de contacttracing van de externe diensten terugvindt. En dan, ja, tot slot, willen we toch nog even een oproep doen om oog te blijven houden ook voor andere risico's op de werf. We weten dat we heel sterk bezig zijn met die besmettingsrisico's, maar denk ook aan alle andere risico's die er mogelijk zich kunnen voordoen. Hier ziet u onze contactgegevens. Zoals jullie waarschijnlijk weten, zijn jullie geïnformeerd geraakt door de IDW-update en onze nieuwsflesjes die specifiek zich richten naar de bouwsector. Ik ga eens eventjes kijken of dat er nog vragen zijn binnengekomen. Er is een vraag binnengekomen. Wat is van toepassing voor Nederlanders bijvoorbeeld die dagelijks de grens oversteken om hier te werken en 's avonds terug naar huis gaan? Wel, het ministerieel besluit van vorige week van 22-8 voorziet dat werknemers die 48 uur hier aanwezig zijn, dat die een passenger locator form moeten invullen en dat die dus hun contactgegevens en verblijfsgegevens moeten kenbaar maken aan de opdrachtgever, de aannemer, diegene die hen te werk stelt. Voor diegenen die continu over en weer reizen, of die dagelijks over en weer reizen, daar gelden natuurlijk de veiligheidsvoorschriften die hier in dit land van toepassing zijn. En natuurlijk ook diegenen die op de werf afgesproken zijn. Maar dus een registratieplicht is daar niet voor nodig. Nee, dat zijn zogezegd de grensarbeiders, waarvoor dus een uitzondering voorzien is, omdat zij in principe dagelijks over en weer pendelen. Klopt. En dus niet langer dan 48 uur hier verblijven. Ja. En dan komt er nog een vraag, kan de gebruikte PowerPoint achteraf geraadpleegd of gedownload worden? Wel ja, omdat jullie ingeschreven zijn, kunnen jullie ook nog dit webinar herbekijken. Ik denk dat het binnen een aantal uren ter beschikking gesteld gaat worden. En de PowerPoint, we gaan die inderdaad kijken om die te kunnen delen op ons platform. Maar raadpleeg zeker ook onze website. Daar is een locatie, ook een coronalocatie, waar dat het segment bouw een aantal tools ter beschikking heeft. En ook op het portaal van de klant is zeer nuttige informatie te vinden met betrekking tot corona. Zo, ik zie dat we geen vragen meer hebben en dat we ook serieus over onze tijd zijn gegaan. Bedankt Mark om hier aanwezig te zijn, om de toelichting te geven. Heel graag gedaan. Ja, ook bedankt voor de fijne samenwerking. Ja, dank u. En ook bedankt Roel en Katrien voor het beantwoorden van alle vragen. Tot later en bedankt voor het kijken. Tot ziens.